Welkom, je kijkt naar U Kiest, het programma waarin we kennis maken met mensen uit onze provincie, waar je op kunt stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week. En bij mij aan tafel zit verslaggever en collega Peter Knierim. Ja, gezellig dat je er weer bent. Ja, leuk. Gisteren was leuk, vandaag wordt ook leuk volgens mij. Dat denk ik wel. En we hebben onze laptop voor onze neus. En dat is omdat jullie kijken via YouTube en Facebook of via de website van RTV Utrecht. En dat betekent dat als je iets wil vragen of iets in het gesprek wil gooien, dan kan dat. En dan pakken Peter en ik het op en stellen de vraag aan onze gast van vandaag. En vandaag is dat Kiki Hagen. Ze staat op plek nummer 21 van D66. Kiki, welkom. Dank. Ja, in de Ronde Venen ben je wel een bekend gezicht, maar voor de rest van de provincie, wil je jezelf even voorstellen? Zeker, ik ben Kiki Hagen, ik ben 34 jaar, ik ben ook moeder en ik ben op dit moment namens D66 wethouder in gemeente Ronde Venen. Aha, en je woont in Meidrecht en je bent inderdaad, zoals je al zegt, wethouder in de Ronde Venen, maar je wil dus eigenlijk wel naar Den Haag. Waarom? Nou, ik ben naast dat ik nu wethouder ben, daarvoor was ik juf. En ik ben ook op mijn 23e en in de lokale politiek begonnen, maar ook voor de klas. En ik merkte eigenlijk wel gauw dat alle beslissingen die er te doen en die ook ervoor zorgen dat het onderwijs nu absoluut niet optimaal, zeg maar, is in Nederland. Dat de beslissingen die daaronder liggen gemaakt worden in Den Haag. Dus toen bedacht ik, nou, dan is daar dus de plek waar ik naartoe moet om het voor het onderwijs beter te maken. En gedurende die politieke loopbaan ben ik dus beland als wethouder. En ook daar zie ik thema's, juist ook voor de, die voor Utrecht heel relevant zijn. Het Groene Hart bijvoorbeeld. En ik zou het heel fijn vinden om die thema's te kunnen vertegenwoordigen, wat belangrijk is voor onze omgeving eigenlijk in de Kamer. Oké, nou, je bent dus bij D66, echt de onderwijspartij. Omdat je inderdaad ook zelf in het onderwijs hebt gewerkt. En Peter, jij wilde daar nog even wat over vragen. Ja, want jullie hebben allerlei plannen met het onderwijs, zoals altijd. Carolien zegt al, de onderwijspartij D66. En in het partijprogramma zie je dan de rijke schooldag staan. Op een gegeven moment een term. Gezonde lunch voor alle kinderen, sport en cultuur. Gratis kinderopvang voor die hele jongen, voor die kleintjes, maar ook voor de wat oudere kinderen. Dan denk ik, hartstikke mooi. Ik zou er ook voor zijn als ik kinderen heb. Ik heb 2 kinderen en dan is dat hartstikke fijn als dat allemaal gratis is. Maar dat kost wel een hoop geld. Waar wordt dat van betaald? Nou, sowieso is het denk ik een investering. Ik denk dat het allereerst heel belangrijk is om te vertellen waarom we dat willen. Want we willen heel graag dat er zoveel mogelijk gelijke kansen zijn. En wat we nu zien is dat sommige kinderen gaan wel naar de kinderopvang. Anderen gaan niet naar de kinderopvang. En dat zorgt er al voor dat we op vroege leeftijd al een ongelijkheid in kansen is. En het belangrijkste is dat we die dus zoveel mogelijk gelijk trekken. Waar sommige kinderen wel naar de hockey of de voetbal en de muziekverenigingen kunnen, zie je dat een aantal kinderen dat niet doen. En waar wij voor staan is dat dat binnen het onderwijs ook plaats gaat vinden. Dus wij zien dat als een investering voor de toekomst. En we zien ook al, ik weet niet of jullie het debat hebben gezien gisteren met Sigrid Kaag en Ploemen, maar zij heeft ook heel duidelijk aangegeven dat is eerder een crisis. En het is belangrijk dat we dat voor de toekomst natuurlijk oplossen en die gelijke kansen weer terugbrengen. Ja, maar die investering die je doet, die krijg je misschien ook wel weer terug. Want dan wil je mij vragen, het kost natuurlijk een hoop geld om dit allemaal te realiseren. Maar dat krijg je eigenlijk ook weer terug op de lange termijn. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld, het was gisteren ook nog eens Internationale Vrouwendag. Je ziet dat heel veel vrouwen natuurlijk toch traditioneel gezien dan weer thuis blijven. Kinderopvang draagt natuurlijk ook aan bij dat vrouwen ook gewoon kunnen gaan werken. En dus ook wat bijdragen voor de staatskas. Ja. Nog een vraag over onderwijs, maar dan voor de wat oudere kinderen, de studenten. Basisbeurs is natuurlijk afgeschaft. D66 was daar toen de tijd ook voor. Nu moet dat eigenlijk allemaal weer teruggedraaid worden. Wat wil D66 daarmee? Ja, op dit moment is er sprake van een leenstelsel. En aan het begin hebben we ook al gezegd, laten we het wel naar 5 jaar evalueren en zien of het bereikt. Nou, wat we zien is dat er veel meer mensen zijn gaan studeren. Alleen we zien ook wel dat het knelt. Wat we nu voorstaan is een studiebeurs. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je minimaal €300 ontvangt. En maximaal €700. Waarbij we er vooral voor zorgen. En dat is anders dan het huidige systeem.
dat juist die middeninkomens, dat is een groep die nu wordt, eigenlijk wordt overgeslagen en niet de kans heeft om een goede beurs te krijgen, dat we die ook ermee bereiken. Dus dat is wat wij nu voorstaan. Maar waarom is die basisbeurs dan ooit afgeschaft? Want je kan het eigenlijk wel op je knop aanvoelen dat als je het allemaal moet lenen en niet een deel krijgt, dat er dan mensen zijn die zeggen, ja, dan ga ik maar niet studeren. Nou, een van de allerbelangrijkste redenen was omdat er meer geïnvesteerd moest worden in het onderwijs zelf. Dus dat dat geld weer terug zou vloeien in het onderwijs en je ook beter onderwijs zou ontvangen. Maar wat we nu wel zien is inderdaad dat zo'n lening negatieve gevolgen heeft natuurlijk voor het verloop en van het leven, zeg maar. Dus als je later een nieuwe woning wil en je hebt een studieschuld, dan telt dat natuurlijk mee. Nou zijn we daar wel mee bezig en hebben met de VVD ook een motie ingediend om ervoor te zorgen dat die minder meetelt. Maar ja, je ziet wel dat het inderdaad niet het gewenste effect heeft. En ook dat het geld niet... We wilden eigenlijk dat het veel meer zou opleveren en dat het niet het totale bedrag is geworden wat we hadden gewild. Het gaat om 600 miljoen in plaats van een veelvoud daarvan. Ja. Helder. Oké, helder, ja. We gaan naar onze zeepkist, want we zijn naar Meidrecht gegaan, waar Kiki Hagen ook woont. En we hebben aan de mensen op straat gevraagd, wat leeft er nou en wat zou je willen vragen of zeggen tegen Kiki Hagen? Ik heb een bedenkingen bij het klimaatbeleid. Als je Nederland ziet als voedselproducent voor veel landen, voor de export, denk ik dat het moeilijk is om hier die stikstofnormen te halen, zeg maar. En zou daar rekening mee moeten worden gehouden, vind ik. Ik zou willen vragen of ze met beleid haar beleid maakt. We hebben geen vrijheid meer, helemaal eigenlijk niks meer. Eigenlijk die jongeren die hebben er gewoon heel veel last van, die kunnen niet meer naar school. Geen feestjes meer, we hebben eigenlijk geen eens meer sociale contacten. Wat gaat u doen om ons weer onze vrijheid terug te geven? Er wordt niet te veel gepraat over kernenergie. En kernenergie is heel belangrijk, want daar kan je niet buiten. Ik wil dat ze gewoon goede contacten legt met mensen. Niet alleen van deze streek, maar ook mensen die in het land. En ongeacht partij of... dat vind ik belangrijk. Ja, bekende plek denk ik voor jou. Zeker, ja. Het plein, het sportgemeentehuis. Ja, klopt. We beginnen even met die twee meiden. Die zeiden, ja, de jongeren die kunnen niks meer, mogen niet naar school. We hebben eigenlijk geen sociale contacten. We moeten eigenlijk meer vrijheden krijgen. Wat vind jij daarvan? En je ziet natuurlijk sowieso dat in het coronabeleid op dit moment, dat we allereerst ervoor hebben gezorgd dat we die kwetsbare groepen zoveel mogelijk hebben beschermd. Hetzelfde is dat natuurlijk dat wij nu niet misschien bij je opa en oma op bezoek gaan. Geen knuffels meer geven aan je ouders. Dus je hebt wel een soort van gezond verstand. Maar uiteindelijk heeft natuurlijk die lockdown er wel toe geleid dat... Nou, dat is een hele ingrijpende maatregel. We hebben als D66 ook wel meerdere malen aangegeven dat... Ja, dat we dat wel de meest verstrekkende keuze vinden die de politiek kan maken. Hebben we ook lang geprobeerd dat op te rekken. Met een klein winstje tot gevolg eigenlijk. Maar wat je dus nu ziet, vooral is dat bij die jongeren dat eenzaam is. Ik was vorige week was ik in Tilburg en daar sprak ik met een heel aantal studenten. En die hebben elkaar dus gewoon nog nooit gezien. Die zitten met elkaar in de studentenvereniging en die hebben elkaar nog nooit in het echt gezien. Ja, kan je natuurlijk niet voorstellen hoe dat is. Dat is niet wat je verwacht van je studententijd. Het is niet wat je verwacht van je jeugd. Je wil op pad. Nou, je zag ze op een scootertje wegrijden. Ze zullen misschien wel ergens hangen bij ons in de gemeente. Normaal met elkaar. Nou, dat mag dan maar tot een bepaalde tijd. En dat heeft dus grote gevolgen. Dus wat wij graag willen, is dat er echt zo snel mogelijk sneltesten komen. Of dat je een vaccinatiebewijs kan overleggen. Een van de twee, zodat je dus weer kan deelnemen. En laten we dus ook ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk weer kunnen openstellen. Want de gevolgen van eenzaamheid, zeker bijvoorbeeld onder jongeren, is dat heeft langdurige consequenties natuurlijk voor de jeugd ook. Oké, dus snel testen voor D66. En dan twee mannen die allebei iets zeiden over klimaat, duurzame energie. De ene meneer zei, ja, de stikstofnormen die mogen wel iets verruimd worden voor Nederland, omdat in Nederland veel voedsel wordt geproduceerd wat dan wordt geëxporteerd. Vind je dat ook, dat die stikstofnormen wel wat ruimer mogen in Nederland? Nou kijk, ik denk dat we juist de afgelopen jaren
voorbij zijn gegaan aan het effect van wat wij allemaal doen. En die stikstofnorm geeft eigenlijk gewoon een duiding van dat we te ver gaan. En je ziet het terug overal, of het nou de luchtvaart is, of het de landbouw is. Dus nee, ik denk niet dat je de norm moet aanpassen. Ik denk wel dat je heel kritisch moet kijken naar het handelen zelf en wat voor een effect dat dus heeft op de omgeving. In het eerdere item zag je natuurlijk de agrarische, de BBB-partij, die ik ook tegenkwam op de plakborden dit weekend. En wat je daar ziet is dat er vooral heel veel nieuwe regels komen, maar we hanteren nog steeds dezelfde melkprijs. Terwijl als je kijkt naar alle andere producten die wij kopen, is het helemaal niet zo gek als daar, nou ja, als je wat meer zou betalen voor bepaalde producten. En op die manier kun je dus naar een veel evenwichtiger beleid, want die andere meneer had het meer over beleid ook, en wat ook rekening houdt met wat je aanricht. Want uiteindelijk zorg je natuurlijk wel voor met een heel intensieve veehouderij bijvoorbeeld, dat je, nou ja, dat heeft negatieve gevolgen op bijvoorbeeld de natuur. Ja, dus dat. Ja, dus stikstofnormen in ieder geval niet verruimen, zoals die meneer eigenlijk opperde. En dan de andere meneer, die had het over kernenergie. Ook een interessante, is een discussie die weer terug gewoon weg geweest is. D66 is niet per se voor kernenergie. Aan de andere kant zeggen de voorstanders van kernenergie van, ja, wij halen het niet met zonne-energie en windmolens. Dus we moeten wel aan de kernenergie. Wat vind je daarvan? Nou, wat we zeggen is, als de markt het wil oppakken, dan lijkt ons dat hartstikke prima. Maar je ziet ook wel dat dat op dit moment niet gebeurt. En wat het gevaar is met de hele discussie rondom kernenergie of andere innovatieve, of tenminste trajecten die wat langer duren, het is niet vandaag op morgen gerealiseerd. En in de komende 10 jaar moeten we ook een aantal zaken gaan doen. Dat is waarom we nu ook zeggen, nou, focus je nou niet nu op de kernenergie, focus je op de bronnen die dat wel al duurzame energie op kunnen wekken, zoals juist wind en zon. En dan kunnen we daarna gaan kijken wat het vervolg wordt. Ja. Maar goed, over zonne-energie werd 10 jaar geleden ook gezegd, dat is niet rendabel, dat gaat niet lukken. Ja, misschien is dat ook wel zo met kernenergie, of niet? Kijk, en niemand heeft een glazen bol en ik ook niet. Ik zou willen dat het zo was, want dat maakt beleid nog veel makkelijker, denk ik. Maar als je ziet dat nu met zonnepanelen op dak, en dat is in de gemeente waar ik wethouder ben, in de Ondervenen, zijn we echt, lopen we voorop met het aantal inwoners die ook zon op dak hebben, dan is het dus wel degelijk rendabel. Ja, inmiddels wel. Ja. Ja, jij haalt het zelf ook al aan. Peter, jij werkt als verslaggever veel in de Ronde Venen. De zon- en windenergie, ja, dat thema, dat speelt daar heel erg. Veel items zelfs gemaakt al, want er zijn natuurlijk veel polders. Ik begrijp ook dat jij het groene hart, een warm hart toedraagt. Vind je zelfs de mooiste plek van Nederland. Ja, toch moet daar een stuk van waarschijnlijk opgeofferd worden voor die windmolens. We hebben een lange tijd discussie gehad in het Gein bij Apkoude. Daar moesten die windmolens komen. Dat was ook een zoekgebied. Iedereen was daar eigenlijk tegen, of een grote groep. Hoe sta jij erin? Die windmolens die moeten er komen, maar dat gaat dan wel ten koste misschien van dat mooie groene hart. Nou kijk, wat het lastige is in dit hele debat is dat er heel veel onwaarheden zijn. Je zegt zelf nu al dat het bijvoorbeeld een zoekgebied was. Nou, ik ga natuurlijk als wethouder ook over die zoekgebieden. Die zoekgebieden worden pas over 2 weken naar de raad gestuurd. Dus er is letterlijk geen sprake van een plek waar nu al wind of zon wordt aangewezen. Sterker nog, juist omdat ik dit hele, dat allemaal zie en duurzame energie natuurlijk heel graag wil verwezenlijken. Maar we allemaal hier op de vierkante meter moeten bepalen wat we willen. Ik bedoel, we hebben een enorme woningbouwopgave. Je wil ook genoeg groen houden hier. Dat moet natuurlijk ook, want je wil gewoon recreëren, wandelen, fietsen. Dat willen we allemaal graag in het groene hart. En die met elkaar is het gewoon belangrijk om dat gezamenlijk met je inwoners te doen. Dus waar ik er juist voor heb gekozen is om niet aan te wijzen, er komen zoveel windmolens of zoveel hectare zon. Ik ga zoekgebieden naar de raad brengen en die gaan dan vervolgens bepalen of die zoekgebieden akkoord zijn. En dan gaan we weer in gesprek met de inwoners. Dus het hele debat waar je mee startte, dat is eigenlijk gebaseerd op onwaarheden, want er was nog helemaal niks aangewezen. Wat wel lastig is, en wat ik net ook al aangaf, we zitten hier allemaal op de vierkante meter met elkaar, in de Randstad ook. Een windmolen moet gewoon een aantal meter van woningen af. Dus waar is het dan haalbaar om echt windmolens neer te zetten? En dat vraag ik me af.
Net zagen jullie ook al een item langskomen over luchtvaart. Nou, die brengt ook beperkingen met zich mee. Wij kunnen niet de allerhoogste windturbines neerzetten. Dat is gewoon onmogelijk, want er vliegen vliegtuigen overheen. Ja, maar een windturbine, zo'n windmolen, eventueel in een poldergebied, zou jij dat zien zitten? Of zeg je, nou, dat moet je gewoon per definitie niet doen, want dat poldergebied moet een poldergebied blijven. Die windmolens moeten maar de zee in of langs een kanaal, of weet ik het waar. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen steentje bijdraagt. En het is ook goed dat wind of zon zo dicht mogelijk is bij hetgeen waar het gebruikt wordt, dus de energie. Dus ik sluit het allebei niet uit. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om het gezamenlijk met de inwoners te bepalen waar het komt. Want zij wonen en leven immers in dat gebied. Oké, helder. Ja, ook weer helder. Ja, ik wil even uitzoomen. Want we zaten net over de problemen ook in de Ronde Venen onder andere. Maar even uitzoomen naar D66. Want D66 wordt nog wel eens gezien als een partij voor de elite, voor de hoogopgeleide. Wat vind jij daarvan, van die opvatting? Nou, ik denk dat al dat soort frames bedoeld zijn om je op een bepaalde manier weg te zetten. Als ik rondloop op D66-congressen, dan zie ik hele bevlogen mensen die betrokken zijn bij een omgeving uit alle verschillende hoeken van Nederland. Dus ik denk dat dat enorm onterecht is. En waarin vind jij dan dat D66 laat zien, wij zijn er voor iedereen? Nou ja, kijk, als je kijkt naar ons beleid, zitten we in het midden. We zijn een stuk progressiever, dus we willen graag verandering om het beter te maken, uiteraard. Maar tegelijkertijd denken we wel mee, zoals bijvoorbeeld als je kijkt naar het stuk van onderwijs. Wij willen juist die gelijke kansen voor iedereen. Wij willen niet mensen aan hun lot overlaten. Dus we willen die vrijheid die ook andere partijen voorstaan. Maar tegelijkertijd willen we dus ook niemand laten vallen. Dus als jij het nodig hebt, dan moet je ook aanspraak kunnen maken op een aantal dingen. En dat is waar D66 voor staat. Oké. We hebben even een kijkersvraag volgens mij. Want we hebben er meerdere, maar ik pik er even eentje uit. Een actueel thema in de provincie Utrecht, A27. Nou ja, dat is natuurlijk een bekend probleem voor veel mensen. Die A27 moet verbreed worden van Rijkswegen. En dat gaat dan een stuk natuur kosten. D66, hoe sta jij erin? Moet die A27 nou verbreed worden of niet? Ja, dat is natuurlijk wel al een genomen besluit. Dus het is ingewikkeld om daar nu dan op terug te komen. Wat je wel ziet en wat je dus als je bekijkt naar de hele infrastructuur die we nu met elkaar aanleggen hier, zou het veel beter zijn om ons te focussen juist op het openbaar vervoer. Het is natuurlijk, als je kijkt naar onze Randstad, zo groot zijn wij helemaal niet. Maar toch krijgen we het niet voor elkaar om ons heel snel van stad naar stad te verplaatsen met het openbaar vervoer. Laat staan, als je alleen al kijkt naar mijn gemeente dan bijvoorbeeld. Volgens mij doe ik alsnog steeds, als ik nu naar Utrecht wil, moet ik 2 keer, 3 keer overstappen. Terwijl je met de auto natuurlijk er binnen 30 minuten bent. Dus volgens mij is het niet zozeer noodzaak dat je meer asfalt gaat creëren. Dat is sowieso niet wat we voorstaan. Maar dat je ervoor zorgt dat er goede alternatieven zijn. Oké, helder. We willen even iets heel anders doen. Peter, jij wil even een situatie schetsen? Ja. Stel. Dat is een hele andere vraag over iets heel anders. Stel nou 76 zetels. D66, wonderbaarlijke wijze, krijgt 76 zetels. Een meerderheid in de Tweede Kamer. En ze geven jou een leuke positie, een leuke ministerspositie. Mag je zelf kiezen. Wat zou je als eerst doen? Met een ministerspositie dus ook, hè? Nou ja, dan kijk, als je weet dat ik natuurlijk uit onderwijs kom. Dus ik zou het ontzettend. En met 76 in de Kamer wordt het natuurlijk vrij spel. Dus het is vooral de bedoeling, waar ga je zoveel mogelijk in investeren? Hypothetisch, hè? Ja, allemaal hypothetisch, maar het klinkt wel als een droom. Ik zou natuurlijk sowieso heel graag die investeringen in het onderwijs doen. Omdat ik zo ervan overtuigd ben dat je daarin het verschil kan maken. En dat je daar zoveel meer kansen kan geven aan jonge kinderen, jongvolwassenen en dus aan het leven van mensen. Dus dat zou voor mij persoonlijk een enorme, echt enorm belangrijk zijn. Tegelijkertijd, wat ik ook een grote uitdaging vind voor ons als Nederland, dat zijn nog 2 dingen. Sowieso denk ik dat wij de laatste tijd erin geslaagd zijn, of de laatste jaren eigenlijk, heel veel regulering en wetgeving op te gooien. Misschien wel om ons te beschermen, maar daardoor ook heel veel innovatie weg hebben gehaald. Dus als je bijvoorbeeld kijkt dat we ons hele energienet hebben vermarkt en in de markt hebben gezet,
En nu daardoor dus geen snelle keuzes kunnen maken voor die duurzame energietransitie. Dan denk ik, ja, waar is die marktwerking dan wel het hoogst haalbare? En werkt het eigenlijk wel zoals we willen? Dus daar zou ik ook graag wat in willen betekenen. Dat is overigens ook, als je kijkt naar dat hele luchtvaartdossier, daar zit ook een verstoorde markt in. Ik bedoel, er zitten geen accijnsen in. Er zijn hele lage vliegprijzen natuurlijk, waardoor er nooit een goed alternatief komt voor voor een treinreizen. Dus ik zou dan, denk je dat ik dan ook een ministerspost kan combineren met het primair onderwijs en infrastructuur en waterstaat? Want ja, dat zou... Je mag alles. Ja. Je hebt 76 zetels, dus je kunt het vrij spel. Nee, goed. Het is wel een hoop, er moet ook wel geld voor zijn. Maar ja, dat is duidelijk wat je aan zou willen pakken als je de macht zou hebben. Ja. Ja. Mag ik er nog één aan toevoegen? Want nou, ik zou nog eentje, dus... hele korte, toch? Heel kort? Ja. We zijn natuurlijk een ontzettend laaggelegen land. En wat ik zie vanuit mijn portefeuille nu in water, dat de urgentie, wat we allemaal moeten doen, niet alleen qua klimaatadaptatie, maar ook dat die zeespiegel natuurlijk stijgt, dat zou ik ook heel graag willen aanpakken. Dus dat stuk van klimaat en dat we ons daarvoor inzetten, maar dat we er ook kritisch gaan kijken hoe we daarmee omgaan met onze waterhuishouding, die wil ik dan ook graag in mijn portefeuille. Nou, Kiki heeft in ieder geval genoeg plannen. Druk, ja. En Kiki Hagen staat op plek 21 van D66. Maar we gaan nu even kijken naar een andere regiogenoot die zich ook verkiesbaar heeft gesteld. Dat is Kees Kranen. Hij is op dit moment wethouder in Amersfoort en hij staat op plek 79 van de VVD. Mijn naam is Kees Kranen. Ik ben 52 jaar en ik sta op plek 79 van de kandidaatlijst voor de VVD. Ik heb tot 3 jaar terug heel fanatiek gesport. Door allerlei blessures is dat wat minder. De sporten is ongeveer 20 kilo geleden, maar staat wel weer op het lijstje om weer op te pakken als dat hele corona gebeuren achter de rug is. Nou, we doen zeker niet mee voor spek of bonen. Elke kandidaat die op de kandidaatlijst staat van welke partij dan ook is verkiesbaar. En er staan meer mensen niet dan wel op de lijst. Dus ik vind het eervol en zeker verkiesbaar. Als autoliefhebber zeg ik dan 130. Maar ik snap de discussie en ik snap ook de discussie over de uitstoot. Waar we in Nederland dus alle voor moeten zorgen dat het leefbaar blijft. Dus met alle liefde hou ik het ook op 100. Maar ja... dan maar toch 130. De VVD heeft als credo bouwen, bouwen, bouwen. En waarom zou je dan op de VVD moeten stemmen? Omdat de VVD voor uw kinderen en voor uw kleinkinderen wil dat er ook in de toekomst voldoende betaalbare woningen in de provincie Utrecht zijn. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de polder Rijnenburg en aan het Vathorst Bovenduist in Amersfoort. We hebben nieuwe woningen nodig, we hebben woningnood in Nederland. En wij zullen dus moeten bouwen om uw kinderen en uw kleinkinderen van een woning te voorzien. Stem op de VVD en het liefst op mij. En dan zou ik kunnen zeggen voor banen, kieskranen, maar dat gaan we allemaal niet doen. U gaat stemmen op lijst 1, nummer 79, want u bent kieskeurig. En als u kieskeurig bent, dan kiest u Kees. Ja, en meer portretten van kandidaten uit onze regio vind je bij ons op de website. Kiki Hagen, nog een week. Dan gaan we naar de stembus. Hoe gaan de komende dagen er voor jou uitzien? Ja, nou, het is dus wel heel anders. Ik had me helemaal voorgesteld dat we met een bus door het hele land zouden rijden en op campagne gaan en naar debatten toe. Nou, debatten zijn nu vooral digitaal. Nou, ik weet niet hoeveel meetings jullie online hebben, maar ik kan je vertellen dat als de een begint te praten, dan hoor je de ander eigenlijk niet meer. Dus het is echt... Nou ja, de helft zo leuk, zeg maar. Maar wel heel druk. Veel dit soort meetings ook om met mensen te praten. En donderdag heb ik een luchtvaartdebat. Dus daar heb ik enorm veel zin in. En voor de rest, ja, ik krijg nu ook al de eerste stemmen uit het buitenland binnen. Dat is echt zo bizar en leuk dat mensen dus gewoon uit de hele wereld, uit Nederland komen dan weliswaar natuurlijk, maar op je kunnen stemmen. En nou ja, de ouderen kunnen nu natuurlijk straks per postal of kunnen nu per postal stemmen. Dus ja, heel spannend. Ja, we kregen net ook al een reactie van mevrouw Goudriaan. En die heeft ook al haar stem op de post gedaan. Dat vertelde ze net. Ze heeft niet verteld wel wie ze stemde, hè? Nee, ze heeft niet gezegd. Nee, ik heb vandaag mijn stem per post gedaan. Hoeveel stemmen ben je tevreden?
Hoeveel zetels? Hoeveel zetels? Nou, 30. Ja, wat had ik erin? 30 ben ik mee tevreden. Ik denk dat de peilingen gaan echt super goed. Ik ben ontzettend trots hoe Sigrid dit allemaal doet. Naast wat ze natuurlijk in het dagelijks leven ook nog allemaal klaar moet spelen. Dus ik vind het onvoorstelbaar leuk. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het uitpakt. Want je hebt dus wel het idee van deze manier van campagne voeren, eigenlijk het een beetje digitale campagne voeren, dat jullie wel de mensen bereiken. Ja, nou ja, dat hoop je dus. Kijk, ik weet niet, ik vind wel dat als je normaal debatten voert en je kijkt naar de zaaltjes, en misschien vindt Peter dat ook, maar dan zijn het vaak wel degenen die daar zitten, hebben al wel een politieke voorkeur. Op deze manier kan je natuurlijk heel makkelijk schakelen. We zijn volledig digitaal in de campagne gegaan als D66-team. Dus ik denk dat er voor ieder ook wat wil staat op die lijst. Dus dat je wel je bereik heel groot hebt. Maar ja, hoe dat uiteindelijk uitpakt, dat zullen we volgende week zien natuurlijk. Precies, dat gaan we in de gaten houden. Kiki, heel erg bedankt. Succes nog met campagne en succes volgende week. Super, dank. Peter, jij ook heel erg bedankt hier in de studio. En jullie ook bedankt voor het kijken. En morgen dan zijn we er weer. Dan is bij ons via de videoverbinding te gast Bart Meiland uit Utrecht. En hij staat op de lijst voor Bijeen. Tot morgen. Dag.